ik ben op dit moment even om in. Als een struik. Nee, als een auto. Je bent vermomd als een auto. Ja. Je zit dus gewoon in de auto. Nee, ik zit onder de auto. Onder de auto? Ik ben meteen 20, ben ik onder een auto zo en nu ben ik recent in XL. Oké. Hallo dames en heren, jongens, welkom terug bij een nieuwe video van GTA. Vandaag zijn we hier met Dirk en met een nieuw iemand. We zijn hier met Wouter. Hallo Wouter, hoe gaat het mee? Perfect man, hey man. Dus, dit is Wouter. Wouter wilde ook een keertje eindelijk zijn debuut gaan maken hier in de GTA show. Dus vandaar dat hij hier is. En ik ben zo slim geweest om een BMX race te kiezen. Dirk, jij kent elke race, werkelijk waar. Hey. Oh, shit, hè. Wat? Oké, dat was raar. Oh, dit zou leuk zijn geweest met Ralt, want die kan dus niet van BMX nu. Nog geen was sowieso. Ralt heeft geen stamina. Oké, Wouter, wat is dit? Wouter, wat zit er voor ons? Ik weet het niet. Omhoog. Ga omhoog. Oh, wacht, oké. Holy. Hey, dat is leuk. Kan ik gliden met een fiets? Zeker. To the moon! Oh, ik ben dood. Wat een verhaal. Wouter, hoe gaat het nou met je? Wie is Wouter? Oh. Wat? Wie is Wouter? Big Noodle Man. Maar ik bedoel, als in wat voor persoon ben jij? Ben je een aardig persoon? Ben je een gemeen persoon? Ben je iemand... Vertel eens wat over jezelf. Stel jezelf eens voor aan de mensen. Ik ben dus Wouter. En ik ben niet heel erg boeiend, dus ja. Kijk. Hoe moet je dit stukje halen? Wouter, hoe heb je dat gedaan met die buis hier? Dat je recht omhoog moet, zeg maar. Skills. Shit, sorry. Oh ja, hier, dat haal jij niet meer. Oh. Hey Ricardo, jij ook hier? Hey, ik heb hem. Doei Dirk. Veel plezier. Oh. Oké, let's go. Is dit een dropper? Mhm. Fijn. Rie, hoe vond je deze? Oh, ik snap al waarom je zo moeilijk vond. Ja, dat die laatste paar centimeter, ja. Ja. Oké, dit is best origineel. Moet ik eerlijk toegeven. Yes, I made it. Nooit eerder gedaan zo. Oké, dit is wel grappig. Ik heb hem. Nee, wat? Sorry. Wat gebeurde er, Dirk? Ik viel eraf. Gewoon echt op het eind viel ik opeens random van mijn fiets af. Oh, dat is logisch. Yay. Waarom als ik... Als ik steeds land, het land op de... First race, I won. De eerste keer dat Wouter meedoet en wint gelijk de race. Dirk, ben je in de buurt? Nou... Heb je de finish op staan? Nee, wacht. Oké, dan wacht ik wel even hier bij de finish. Hallo mensen, welkom bij een nieuwe race. En we zijn hier nog steeds met Wouter en Ricardo. En we gaan kijken wie er deze keer of Wouter weer eerst gaat worden. Ik ga hopen. Niet. Let's go! Dirk! Dirk, dat is zo niet uit. Ik wil Wouter niet meer eerst gaat worden, Ricardo. Kan je ook gewoon op de normale manier doen, door eerlijk goed te racen. Ja. Nee, ik kan niet goed racen. Dat hebben we ondertussen door, ja. Oh, die paal. Jammer, die paal. Deed dat nou echt, Dirk? Deed dat nou echt? Wat? Tegen die paal. Ja. Ik Ricardo! Nice!
Ik crash waardoor jij crasht en ik weer goed lig. Ah, nice, nice, nice. Pak je nog wel? Je pakt mij nog wel? Zeker niet. Ja. Kijk maar. Oké, dat was ook origineel. Niet dat ik dacht dat zou gebeuren, maar hey. I'll take it, I guess. Karma. Hoezo is dat karma? Jij gaat rijdt op mij in en ik ga, wat ik op ver ga is karma. Oh mijn god. No, 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 no. Aangeland heb je karma. Wat? Oh, er komen er meer. Ja, en die ga je allemaal moeten dodgen. Het leuke is, ze zitten allemaal op jou en ik kan er rustig van. Nee! Het is echt niet leuk om eerst te draaien. Dat is een reden dat ik geen XAD heb gepakt, hoor. Ja, maar waarom? XAD stuurt. En als je dan de politie moet ontwijken, ik bedoel, heb ik toch liever T20 dan een XAD? Nee, ik heb echt nergens last van. Ik heb alleen dat ik al de politie voor mijn neus steeds gepakt. Wat? Rijbehoud, jij ook hier? Wordt zo doodgeschoten. En Wouter, was dit echt nodig? Ja, payback. Behoorlijk. Ik weet niet wat er gebeurt, maar het was inderdaad payback. Wat je in het begin deed, Dirk. Hè? Weet je dat nog? Oh, Dirk is dood. Oké, nice. De MB van politie af? Hey, gratis, wat ik meer heb. Ja, dat vraag ik je net. Ben je van politie af? Ja, ik ben van de politie af. Nice. Als politie normaal rijdt wel. Oh. Doei, Dirk. Oh, wacht, dat was Wouter. Wat? Ja, ik loop al heel ver achter, dus. Ik ga lachen als de Wouter nou weer een race wint. Want Wouter is een debuutvideo, weet je wel, en dan gelijk wint hij twee races op rij. Nee! Ricardo, wij zijn ook niet zo goed. Ja, inderdaad niet zo goed, maar. Oh nee, gaan we nou de gevangenis in? Ja. Ja. We gaan van de military base de gevangenis in. Wat zei je daar aan? Ik zei dat we van de military base de gevangenis in gingen. Dat is echt waar. Nick Wouter? Oh ja, dat is de finish. Dirk, ben je in de buurt van de finish? Ja. Ik kan niet meer remmen, dus het maakt ook niet meer uit. Nou, we zijn weer terug bij een nieuw race met Ricardo, Dirk en moi. Hoop dat we weer gaan winnen en good luck jongens. Oké, er zijn UFO's en reuzenraden. Dit is niet helemaal legit meer volgens mij. No! Reuzen, wacht even, Riri. Zijn dat reuzenraten? Hoe wil je het dan noemen? Reuzenraten? Ah, echt waar? Wie was dat? Wouter! Nee, kan echt niet. Je hebt dat was niet. Maar ik ging er zo door. Ik ging er tussendoor. Oh, was echt okay, lekker. Dit stond wel goed. Maar ik hou het. Dit gaat niet goed. Oh. Ricardo. Wie blokkeerde ik nou? Dat was ik. Ricardo. Werkelijk waar, dat ook is iedereen een slipstream van elkaar. Dit is toch niet te doen zo? Oh, wauw. Ik had hem gehaald, maar ik zat te laag. Ik heb hem wel gehaald. Ricardo heeft hem. Ja, Ricardo heeft hem. Echt onverdiend. Hoezo onverdiend? Jij geeft mij slipstream. Eigenlijk moeten Dirk en ik nog even elkaar. Oh, en Dirk doet exact hetzelfde als ik. Nice. Ja, ik ging te snel. Ja, ik deed hetzelfde. En nu ging ik te laag. Ja, maar ik ging onder dat ding door. Ik vind het knap. Oh, dat heb ik ook een keer. En Wout is het ook al ongeveer achter. Ik heb hem. Oké, Dirk heeft hem. Er wordt dus waarschijnlijk eerst zitten. Tenzij iemand op het moment. Oké. Ik ga toch even net halen, nou, omdat ik die wel rijdt moeilijk lopen. Hij wou dat voor wel. Dirk, ik heb tot nu toe elke race op jou gewacht, hè? Dirk, even weer mee. Ik heb hem! Ah, dat ligt maar Wouter op. Je hebt ook Wouter. Oh! No, mijn auto! Doei, Wouter. Nee! En kijk, als ik dus nu. Wouter een DNF weten geven wat me niet lukt, want nou, dit scheelt weer bij achter me. Maar stel het zou lukken, dan word ik nog eerst in de playlist.
Ja, misschien. Dus... Maar kijk, ik heb 2 races gewonnen. Ja, maar als je, dan heb je 30 punten als je het hier net haalt. Oh. Ik heb al 24 plus, ik word nog een keer 2, dus dan zit ik op 36. Ben je 2 keer... Nee hoor, je bent niet 2 keer... Dan zou ik 3 keer 2 zijn, dus dat is 36. En als jij dan nu dus een DNF zou hebben, wat je niet hebt... Het maakt ook allemaal geen moer uit, want je hebt geen DNF, dus je hebt gewoon gewonnen. Ja. Deze race was het precies anders omgedraaid. Maar hey, we gaan hem met z'n tweeën moeten afsluiten, Dirk. Want Wouter is zijn internet zo overleden. Dus... Yep. Dirk, heb je nog iets te zeggen tegen de kijkers? Ricardo's noob. Ja, oké. Okay. Hoe dan ook, als jullie genoten hebben van deze video, laat het dan weten met een like. Nog liever een comment natuurlijk, als liefst een subscribe. Kijk hieronder in de description voor Dirk's channel. En dan zien jullie bij de volgende video. Tot ziens!